Wij zijn vanmiddag in de indoortuinen van de familie Van Egmond, bij Gerardo en bij Gerrit, om een stukje geschiedenis te horen van hoe het allemaal ontstaan is. Daarvoor gaan we helemaal terug naar de beginperiode, in de tijd dat Gerrit geboren is. Ja, 36. 1936. Gerrit, jij bent geboren in 1936. Waar ben je geboren en hoe groot was jullie gezin? Ik ben geboren op de Krugersbuurt, dat is op de Zandlaan. En we waren met 9 kinderen. Mijn moeder heeft er 10 gehad. En mijn oudste broer is overleden, die had de wieg gedood. En daar ben ik weer naar vernoemd, dat was de verwachting van mij. Ja. Dus, en hoeveel broers en zussen? Ik heb vijf broers. Maar we zijn met 5 jongens en 4 meiden. Ja. Jouw vader, had hij een kwekerij? Mijn vader die heeft altijd gewerkt bij Janus de Staart. Vroeger eerst bij Verhagen. Bij Verhaven en met de Staart, met de Heemskerk. Ja. En toen is hij met Janus de Heemskerk meegegaan. Dus hij had altijd op dooien gehad gezeten op het land daar. Ja. En kroten koken. En nou ja, al die rode kool klaarmaken in de schuur. Witte kool, want ik kwam met de vroeger, die vracht allemaal binnen de grote kratten kolen. Ja. En dan werd die allemaal klaargemaakt. En je hebt het over de Staart, dat was Heemskerk. Heemskerk, en dat die zat? Janus Heemskerk. In de groentehandel? Ja, de groentehandel in de Meibelstraat. In de Meibelstraat. En ging jouw vader ook mee naar de markt? Nee, mijn vader bleef altijd thuis, hij zat op het land of thuis in de grote koker of wat ook. En Heemskerk, die zat, waar maakte die? Wow. In Den Haag, geloof ik niet? Volgens mij in Den Haag, ja. Dat zit de jongen nou nog, die kleinzoon. Dus, als ik het goed heb, ja, die in Den Haag. Jouw vader heeft altijd in de groentehandel gezeten. Ja. Jij werd groter, wat voor opleiding heb jij gedaan? Ik heb de lagere school gehad en ben toen in de avondtuin bij school gegaan. En nou ja, toen ben ik met mijn jongen heeft het al gaan werken, 15 jaar, 14 jaar, 15. En bij wie ben je? Ik gaan werken bij Broeders Ramensbergen, bij de, ja, de bijnaam zeggen. Ja, tuurlijk. De Scheven. Op de Zandlaan. Daar ben ik, daar liep ik al binnen als jongetje. En, omdat je natuurlijk daar woonde. Wij woonden daar, dus we liepen daar altijd bij Ramensbergen. Jij ging werken bij Ramensbergen. Ja, ja. Op de Zandlaan. En we hadden in de Pan, bij Pan Bors, hadden ze ook land. En wat teelden ze? Hyacinten, en de tulpen, en dahlia's, en gezanten, en ja, dat was het eigenlijk. Echte rijburgse producten. Ja, en die hyacinten, die hebben we voor de bol, en die broeiden we dan weer af in de winter. Ja. Dus ja. En hoe lang heb je dat gedaan? Tot mijn diensttijd. En je bent in dienst gegaan, bij welk legeronderdeel heb je gezeten? Bij Van Heuts. En dat is? Bewaking. En welke plaats heb je gezeten? Ik heb gezeten vanaf Schoonhoven ben ik opgeleid en toen ben ik in Schoonhoven naar Berg op Zoom gegaan en van Berg op Zoom naar Utrecht en van Utrecht naar Leiden. Leiden. Dat was welke kazerne in Leiden? Doelenkazerne. De Doelenkazerne, ja. Die er dus nu nog is. Nee, die is er niet meer. Nee, maar het gebouw is er niet meer. Nee. Daar heb je tot je eind van je diensttijd gezeten? Ja. En toen ben ik weer teruggegaan naar de Ramensbergen, daar heb ik een paar jaar gezeten. En toen ben ik naar Jan de Moppen gegaan, Jan van Egmond in de Hofstraat. Ja. Daar heb ik een jaartje gedaan en toen ben ik weer daar vandaan ben ik naar Riendershaag gegaan. Ik had weer binnen. Jan van Egmond, de Hofstraat. Ja. Wat deed hij? De handel, naar Rotterdam, de grote handel. De bloemenhandel. Dat is wel heel wat anders. Ja, dat is het ook. Maar kon je daar wel... Nee, ik had niet aan mijn zin. Nee. En dan ben je weggegaan en... Ben ik naar Riendershaag gegaan. En die zat in... Ik had er binnen in de Overijn. De Overijn. En wat daar teelden we aaiers, gerberaas, rozen... Even voor alle duidelijkheid, de Overijn, dat is nog voorbij... Dat is de Kwakerwei. De Kwakerwei. Dat is het. Dat is de Kwakerwei. Ja. Daar had hij die kassen ook staan. Daar heb je een poosje gewerkt? Nou, een heel poosje. Toen ben ik daar vandaan naar
Leen en Rienes Krommel te gaan. Maar hoe oud was je toen? Was je toen dus al getrouwd? Ja, ik ben getrouwd, ik werkte bij Rienerszaak. En waar ging jij toen wonen? Ja, op de Vakbondse Weg ben ik ingewoond bij Overvliet, beneden. En Overvliet zelf met zijn vrouw woonde boven. Zo. Heb ik 5 jaar gewoond en toen ben ik, even kijken, was ik toen hier al, deed ik toen allemaal mijn eigen. Nee, was wel Rien Krommelt, Rien Krommelt, en die had hier een kastje staan. En toen was ik in Delven, 2 steken diep. Ja. En toen was ik bij een paal. Ik denk, nou, de laatste steek eruit, dan kreeg ik het in mijn rug. En toen was het gebeurd. Ja. Ik heb het gat nooit meer dicht gemaakt. Dus ja. Dat was bij... Bij Rien Krommelt. Die was dus intussen veranderd van baas. En je werkte toen bij Rien Krommelt. Ja. Ja, Rien Krommelt alleen. En die hadden buitenland en binnen. En een paar warehuisjes met losse ramen, dat weet je van vroeger. Ja. Nou, en dan thuis broeien. En dan thuis broeien, dat was? In de Brouwerstraat. En Bollenroor in de Beemster. Zo. En ging jij daarmee of lieten jullie dat doen? Nee, ja, we gingen Bollenroor met Joop Heemskerk. Joop had je ook zo gezegd. Dan mag ik die bijnamen noemen. Ja, tuurlijk. Oh. Daar zijn ze allemaal trots op. Oh, nou ja. Joop die ploegde ze uit en wij lagen ze op te rapen. En dan had je Joop zijn vader. En dan werd alleen Krommelt kwaad, want die oude Heemskerk die holde van de ene kant naar de andere kant, maar dan ging die weer op een andere plek leggen. En alleen Krommelt die had een kunstbeen en die deed altijd dezelfde strookje. En die werd dus ook kwaad dat hij weer op zijn plek ging leggen. Nou, dat is een hoop herrie geweest toen. Maar goed. En dan kwamen de tulpen naar Rijnsburg en die werden dan gebruikt voor de broeierij. Broeierij, ja. En die werden waar gekuild? Waar werden ze? Nou, achter het huis in de Brouwerstraat. In de Brouwerstraat werden ze gekauwd en dan daar gebroeid. Daar gebroeid, in de broeikasje. Ja. Snap jij dat is daar leren? Ik kon daarvan blijven leven, ik niet nou, achteraf. Nee, maar ja, dat was vroeger altijd, ik bedoel. Het is mensen, onbereikelijk. Mensen die de hele dag met auto's heen en weer rijden om tulpen nou. naar de broeikas te rijden. Dat kan je tegenwoordig die jaren niet meer voorstellen. Nee, sowieso niet. He? Mijn vader, wij hadden ze dan ook naast de schuur staan. Mijn vader zegt, die zei altijd, het scheelt maar een vent in de winter. Ja, ja. Dat je niet hoeft te rijden en ze ver weg hoeft te halen. Ja, maar je moest ze onderop zetten, weer naar boven halen. En als het heel hard vroor, dat is ook gebeurd, ook met een hakbijltje. Zo'n bakje eruit was halen met zijn kluit aarde erop en dat moest onderop gezet worden in de kast. Bonkje ijs. Ja, bonk. En dan moest het de andere dag als het dood was, moest je het eraf schudden en dan moest je al die aarde er weer uitrijden in dat pad vandaan. Ja, en dat moest dan weer terug naar de plek. Terug naar de grond, naar buiten. En wat zeggen ze dan altijd? Die goede oude tijd toch? Ja, de goede oude tijd. Nou, houd daar rekening mee. Maar ja, toen wist je niet bij. Nee, precies joh. Toen wist je niet bij. Dat zeggen ze misschien over 20 jaar over deze tijd ook weer. Dus, ja, maar ik bedoel, en je was niet de enige. Want nee, precies. Want alle kwekers gebeurde dat. Ja. Ja, dat is zo. Dus ik bedoel dat. Maar goed, jij bent... En toen ben ik van Rien Krommelt, die topte ze ermee. En toen vroeg hij mij of ik het over wil nemen. Ik zei, ja, ik wil het wel overnemen. Ik zei, maar ik heb de centjes niet in allemaal. Ik heb wel een patiënt. Ik zei, maar daar kan ik geen tuin van kopen. Nee. Hij praat niet over geld, dat komt wel goed. Ze had wel vertrouwen in me. Ja. En hoe lang werkte jij toen al bij Rien? Dat was een jaar of 8, denk ik. Ja, en hij had zelf geen opvolger. Nee, hij heeft geen opvolger van die meiden, de 3 meiden had hij. Dus ja. Ja, die... Hij zegt, wil jij dat doen? Nou, ik wil het wel doen. Ik zeg, maar mag dan Dirk ook meedoen? Mijn broer Dirk, ik zeg, dat doe ik samen met Dirk. En Dirk die werkte hier ook toen dan? Of staan? Nee, Dirk die werkte hier niet. Die werkte, waar werkte hij op? Ook met de Vassom, hoor ik, weet ik het wat. Oh ja, dus die is, toen jij het overnam, hebben jullie het samen? Ja, samen. Maar dat hebben we maar een paar jaar gedaan, denk ik niet. Ja, een beetje... ja, tot 91 heb je het gedaan, toen ik van school kwam. Ja, en toen kwam jij van school, toen wilde jij bij mij in, ook in de kwekerij. Ik zeg, ga jij maar door naar Wageningen? Maar dat wou hij niet, en de Dallas wou hij ook niet. Nou ja, wat dan? Hij zegt, ik wil kweker worden. Ja. Nou ja. Ga ik kweker worden? Ik zeg, ga niet. Ik zeg, en toen kwam toevallig Cor van Duin. Die haalde Dirk over om bij hem te komen werken.
Dus nou, Dirk zegt, hey, dat doe ik. Jij bent Dirk die... Dirk ging naar bij koor werken en ik ben hier met zijn samen doorgegaan. Ja. Jij had de mogelijkheid om verder te studeren. Ja, ja. Wat voor opleiding heb jij na de lagere school? Ik heb eerst de tuinbouwschool in Rijnsburg gedaan en toen de middelbare in Lisse gedaan. En daar vandaan kon je ook natuurlijk naar Wageningen toe. Ja. Maar ik was klaar met, ik had er geen zin meer in met leren. Maar de middelbare tuinbouwschool in Lisse was specifiek gericht op de bollen? Nee hoor, niet echt. Nee, gewoon echt was wel veel aandacht voor, maar ook wel veel voor de bloem- en plantenteelt. Oh ja. Ja. Ja, ik heb altijd begrepen dat... Ja, dat dacht ik ook altijd, maar dat is niet. Dus nee, dat valt hem veel mee. Ze deden het er ook wel bij. Ja. Die heb je afgemaakt. Ja. En waarom zei je toen van, nou, ik zie wel wat in de tuin. Want dat waren niet veel Rijnsburgse jongens die de kleker uit. Nee, de meeste gaan de handel in, of gingen de handel in. En dat heb ik ook al een tijdje gedaan. Ik heb stages gelopen in de handel en vakanties in de handel gedaan. Mijn vrije tijd was altijd in de handel, dat was nooit hier. En op tent was ik daar toch een beetje klaar mee. Ik had maanden, ik denk dat ik een half jaar mee naar Engeland was gegaan. Daar was ik wel klaar mee. Ja. Dus elke week hetzelfde ritje. Toen dacht ik ook zoiets van, nee, ik wil dit doen. Ja. Ja, je hebt hier natuurlijk, hier maak je veel meer de seizoenen mee als dat je... Ja, en ik vond gewoon elke week diezelfde rit rijden en dat, nee, dat was niet mijn ding. Nee. En Engeland is natuurlijk altijd een hele bezoek. Nou, ik was 16, 17 of zo. Het was een geweldige tijd hoor. Om 16-jarige dan zo in die zomermaanden mee te mogen naar Engeland toe. Ja. Maar ik had er zoiets van, nee, dit is niet mijn ding om te blijven doen. Nee. En toen heb je dus bewust voor de kwekerij gekomen. Ja. Jij kwam in de tuin van je vader, ook ik ging eruit. Wat werd er toen geteeld? Een beetje de standaard Rijnsburgs kwekerij was het. Tulp in de winter, in de zomer zomerbloemen zoals leeuwenbekken, het najaar gezanten, violieren, matricaria. Ja. En die zomerbloemen hadden jullie buiten de tuin die je hier hebt nog ruimte om dat... Buiten hadden we nog gezanten. Nee, we hadden niet ergens anders, maar het was niet allemaal kas. Want nu is alles volgebouwd, maar toen was er gedeelte kas, gedeelte buiten. Dus ik weet nog wel dat we ook nog rodanten hadden gehad. Algemilla buiten, amaranthus. Korenbloemen. Dus dat soort producten allemaal. En dat waren natuurlijk voor toen de tijd behapbare brokken. Ja. En daar kon je toen nog eens naar brood... Ja, dat zeker. Ja. Nou, toen ging het langzamerhand, werd het volgebouwd. En toen gingen we eens een beetje rondkijken, waar konden we ons op specialiseren. Op een monocultuur. Daar hebben we ook trosrozen gekeken, onder andere dus ook de anjes. En we zijn dus bij de anjes terechtgekomen, bij de grootbloemige anjes. Ja. En dat is natuurlijk dat was toen ook een gangbaar product. Al werd dat in Rijnsburg ook al een stuk minder. Toen wij begonnen werd het al minder, ja. Ja. Maar toen hadden we hier zelfs nog in deze hele regio, dat was allemaal regionaal, een anjewerkgroep. Ja. Nou, dat was na een paar jaar dunde dat behoorlijk uit en werd het opgegeven. En toen heb ik me gewoon aangesloten bij het Westlandse anjergroep. Daar hadden ze een aantal anjergroepen, maar dat werd ook al door de jaren heen werd het minder. Ja, dus je merkte wel dat het anjevak aan het uitsterven was. Ja, maar wat was de oorzaak van het minder worden van de anjers? De concurrentie vanuit het buitenland, nam een behoorlijke vlucht. Ja. Vooral uit Colombia vandaan. En als je dan de handel ook sprak, en wellicht nu nog spreekt, zeggen ze gewoon van de kwaliteit vanuit Colombia is gewoon constant. Ja. Wij hebben in het voorjaar ontzettend zware anjers. Dan krijgen we die warme zomer eroverheen. In het najaar is de kwaliteit gewoon een stuk minder ten opzichte van het voorjaar. Ja. Ja, en dat is moeilijk te verkopen aan hun klanten. En de Colombiaanse anjes zijn gewoon constant van kwaliteit. Dus ja, daar ga je het om te verliezen. En bepaalde ziekten, dat heeft natuurlijk ook zijn invloed gehad. Dat heeft ook zijn invloed gehad, maar daar hebben we natuurlijk de oplossing voor gevonden om op substraat te gaan telen. Ja,
En die ziekte, dat was dan? De fusarium, ja. Ja, in de anjes in de grond, dat gaat niet meer. Nee. En wat, eventjes voor degenen die dat niet weten, ik heb er zelf ook ervaring mee. Ja. Fusarium, wat houdt dat in? Dat is een, je moet het een beetje zien als een... Als je het vergelijkt bij de mens met dat dichtslippen van je hartslagader. En dat zijn dus ook de transportvaten van de anjerplant. Die slippen dicht. En dan dus zo sterft zo'n plant uit. En die ziekte die verspreidt zich door het water. Zodat dus de hele kas dus aangetast kan worden. En het is ook niet te verwijderen uit je grond. Dus vandaar dat er dus bijna altijd op substraat geteeld werd. Nou, ik heb zelf anjers op substraat geteld en binnen 3 maanden was mijn hele kas. Ja, kon ook erop. Nog, ja. Dus dat zelfs... Ja. Wij hadden bakjes. Die kleine lage bakken. Ja, we hadden van die, ja, maar daar zijn we begonnen. Ja. We hadden bakjes van 60 bij 40, zonder 4 planten in, als ik het goed heb. Nee, 8 planten, 8 anjerplanten stonden erin. En dus dan beperk je het al heel snel. Ja. Je had ook een substraatbakker, die waren zo met zo'n hele bedden stond vol met substraat. Ja, dan kan het nog zo'n hele bedden weer ziek worden. Ja. Dus wij konden het nog enigszins beperken tot een bak of een paar bakken. Ja. Maar het is een ellende. Daardoor is, denk ik, ik weet niet of er nog anjers worden er nog anjers geteld in Nederland. Er worden nog, ik denk op een handjevol kwekers in Nederland zijn. Ja. Terwijl het toch een mooi product was. Ja, zeker wel. Ja. En wereldwijd was het, ik weet niet hoe het nu is, was het de tweede bloem die geteeld werd. Ja. Na de roos was het anjer de grootste. Maar jullie hebben hier hoe lang anjers geteeld? Nou, 91 hadden we dus zo'n beetje de eerste anjers. En tot 2014, 15 zo'n beetje. Ja. Dus dat is nog een hele poos geweest. Een hele periode, ja. Maar het was ook een arbeidsintensieve teelt. Dat zeker. Zeker. Want dat pluizen. Nou ja, en daar had jij dan. Ja, ik liep hier. Nou, dus dat is een kwekerij was van 7000 vierkante meter. Daar liepen we gewoon met 15 scholieren. En een uitzendploeg die aan het snijden en aan het oogsten waren. En met de scholieren waren we aan het pluizen. En overige werkzaamheden. Dus dat was voor een kwekerij van 7000 meter best wel wat mensen liepen er rond. Ja, ja, het was erg arbeidsintensief. Ja. En je krijgt het aan je hart, met die jongens. Ja, nou ja, kijk. Die jongens kwamen met die bloemen snijden, die kwamen met een hele arm aanrijden, aanlopen. Toen zegt hij, kijk eens Gerardo, er zit geen knop erin. Hadden ze alles helemaal kaal gemaakt, heel brok. Nou ja, dat is... Ja, dus... Ja. En dan die klote telefoons. Zaten ze achterin en voorin, ga maar pauze houden. En dan met die telefoon, zie iemand die dingen heen laten leveren. Nou ja, dat gebeurde niet. Jij was natuurlijk wel meer gewend om met jeugd misschien. Ja, ik was wat relaxter erin. Ja, hij was veel makkelijker. Ja. Maar goed, als je natuurlijk zou een paar meter helemaal voor de voet op leeg snijden, dan word je daar niet vrolijk. Nee, dat klopt, dat klopt. En dat heb je als je ook wel met jongeren werkt natuurlijk. Ja. Ja, hadden we goede jongens ook hoor. Ja, zeker. En die meiden die pluisden ook prima. Wat stond er wat te kletsen, maar ze gingen wel lekker door. Ja. Maar ja. Ja, je kan niet alles verbieden. Nee. Nee, het moet ook leuk blijven. Zeker voor, scholieren ook. Ja. Maar goed, op een gegeven ogenblik ben je gestopt met de anjers. Ja. Ben je in één keer gestopt? Nee, wat was de oorzaak van dat je. Nou, dat was al een heel eind daarvoor. 2004 werden wij benaderd door de gemeente, wilden ze hier woningen bouwen. Net zoals dat ze nu op de Bankijkerweg allemaal woningen hebben staan. En mijn buurman die verkocht gelijk, die was het ondernemen zat. En wij gingen dus een beetje in overleg met de gemeente en wat dan de mogelijkheden zijn voor een, ja, ik was toen geloof ik 34, 35, kijk 2004, 33. En dus ik moest nog eventjes. Is er een vervangend perceel dan? Nou, daar ga je dus met ze in gesprek. Nou, ondertussen werd het 2008. Toen brak de woningbouwcrisis aan. En toen hadden ze dus niet meer nodig. Nee. Dus ben ik gewoon nog een paar jaar gewoon doorgaan waar ik mee bezig was. Toen heb ik ze in 2012 weer eens benaderd van joh,
Ligt het nog onder in de ladenplannen of wat zijn de plannen op het moment? Toen zeiden ze, nou, ga gerust maar door waar je mee bezig bent. Wij laten ons wel horen als de plannen weer concreter worden. En toen zei ik, nou ja, ik moet behoorlijke investeringen in doen in ledverlichting. En de kassen zijn toch wel te verouderd voor de Anjers. Ik zag de opbrengstverschillen met mijn collega's die nieuwere kassen hadden, werden steeds groter. Dus ik vroeg, dan ga ik dus een nieuwe bouwvergunning aanvragen. En toen zei ze, nou ja, er ligt een voorbereidend bouwbesluit voor woningen. Dus een bouwvergunning voor kassen krijg je niet. En toen dacht ik, joh, wat kan ik dan met deze oude kassen doen? En toen zag ik bij RTV West een documentaire over volkstuin in Den Haag. En hier regende het als een gek. En toen dacht ik van, misschien is dat wel een idee om volkstuinen binnen te doen. Gewoon in de Rijnsburger mijn plan een beetje uitgelegd. En gezegd, joh, ik heb een informatieavond. Degene die geïnteresseerd zijn, kunnen langskomen. Gewoon bij ons in de schuur hier. Er zaten best wel wat mensen. Ook weer de kast ingelopen. Er stond toen nog helemaal vol met Anjers. Een aantal mensen die konden mijn idee wel visualiseren. Van hoe het dan zou worden. Anderen hadden zoiets van, ik kijk het eventjes aan. Dus dan ben ik met 7 volkstuinen zijn we begonnen. Gewoon dus één afdeling Anjers gerooid. En de rest is dus nog blijven staan. Ja. Dus met 7 tuintjes begonnen. En die was 900 meter. Dus er was ook al een stukje uitbreiding voor tuintjes bij. Dus nou, dat liep in de loop van het jaar ook vol. En zo zijn we eigenlijk door de jaren heen hebben we steeds wat meer Anjers opgeofferd. Toen na 3 jaar ook zoiets van, ja, weet je, nu wordt het gewoon te klein voor Anjers. Gewoon alles eruit. En toen, jij had het er net over, jij wilde vernieuwen. Dat mocht niet van de gemeente. Jij hebt een advertentie gezet waar mensen op afkwamen. Maar ik mag aannemen dat je voor die tijd ook met de gemeente overlegd hebt van, ik wil dat gaan doen. Mag dat? Nee. Nee, nee. Ik vond, ik vind, en de gemeente vindt het nu ook hoor, dat dit wat we doen ook agrarisch is. Ja. En ik had ook zoiets van, joh, of ik het nu doe of een ander het nu doet, dat betelen. Ik zie het als agrarisch. Oh, ja. Soms sta je is de visie van de ondernemer. Klopt. Veel anders. Nee, dat klopt. Van de gemeente. Ja, nee, dat klopt zeker. Dus, en toen ik dit plan ook had, toen bleek dus dat er in Almere ook eentje was, die was een half jaar eerder met het idee ook gekomen. En die was dus al gestart ermee. Dus daar heb ik ook contact mee gehad. Van hoe hij het aangepakt heeft. En met de gemeente ook. De gemeente Almere omarmde het echt daar zo. En dus daar heb ik wel veel van op kunnen steken ook. Ja. Zodat we niet allebei hetzelfde wiel moesten uitvinden. Nee. En jij bent dus gestart. De mensen die hier zitten, als eerste. Heb jij die op weg geholpen? Of heb jij zijn mensen gezegd van, he, want ze moeten water hebben, ze moeten elektrisch hebben. Nou ja, het eerste wat we deden was natuurlijk gewoon water aanleggen. Elke volkstuin in de kas heeft een eigen wateraansluiting. Het is gewoon een eigen kraan waar ze dus een regenautomaat kunnen op aansluiten. Of gewoon een slang met een bloeskop of regenleiding, wat ze zelf willen. Dus dat is het eerste wat we gedaan hebben. Overal wateraansluiting maken. Ja. En verder, nou ja, de kavel is zo een beetje afbaken dat ze nou, precies zien wat hun tuintje is. En veel tuinders die komen hebben wel al ervaring met tuinieren buiten. En zo niet, ja, dan helpen wij ze gewoon op weg ook. Ja, en er ligt verwarming in? Nee. Nee. Had je met de Anjers gegeven? Ja, met de Anjers hadden we verwarming. Maar toen ik met de Anjers echt helemaal gestopt was, dus het eerste wat ik gedaan heb, was mijn gasaansluiting opzeggen en mijn gasmeter weg laten halen. Ja. Ik heb het door laten rekenen om de verwarming te behouden. Maar dan werden de huurkosten voor de volkstuinen zo hoog. Voor een periode waarin eigenlijk het toch slecht groeit. Dus zeg maar van november tot maart. Ja. Groeien toch weinig producten, maar ze moeten wel bijna dubbel aan huur betalen het jaar rond. Ja. Dus ja, dat gaat niet werken. Dus we hebben gewoon gezegd, joh, gewoon koude kas. Tuurlijk moet je dan rekening houden met seizoenen. Met producten, maar je rekt hem wel alleen al door die glasplaat die daar boven ligt, rek je wel het hele seizoen al op. Want in februari zijn ze al volop aan het zaaien en in november zijn ze nog volop aan het oogsten. Ja, en je hebt hier natuurlijk, wat ook wel prettig is, overal heb je schermdoek liggen. We hebben schermdoek voor de ergste instraling in de kas.
Dat klopt, voor in de zomer. Ik krijt hem ook nog hoor. En we hebben ook voor degenen die aan het werk zijn, hebben we ook nog verlichting hangen voor de 's avonds laat. Even, jij zegt nou, ik krijt hem ook nog. Even uitleggen wat dat is. Het krijt zijn gewoon de kas wit maken met kalk. Met gewoon kalk, zodat dus het licht weerkaatst, of de zonlicht, de zonnestralen weerkaatst worden, waardoor het klimaat in de kas wat aangenamer blijft. Ja. Zowel voor plant als voor de tuinders. We hebben interviews gehouden met tuinders die daar zitten. Mm-hmm. Mogen ze in de kas van 's ochtends, 's avonds? Ze mogen er altijd in. Er zit een code op de deur, alle tuinders hebben de code. Of ze 's ochtends vroeg willen of 's avonds laat willen, is aan ieder voor zich. Word je midden in de nacht wakker en je denkt van ik moet tomaten gaan plukken, dan kom je midden in de nacht. Ja. Dus, maar de gepensioneerden die zijn vaak 's ochtends er en de mensen die aan het werk zijn, zie je vaak dat die dus 's avonds zijn en het weekend zijn. Ja, en het weekend dan is het, wat wij ervaren hebben, het is er altijd hartstikke gezellig. Ja, we hebben een leuke koffiehoek en er zijn mensen die... Een aantal tuiners die houden ontzettend van koken, echt van die Aziatische rijsttafels en dat wordt regelmatig wordt weer een lunch, komen ze weer binnen met een hele lunch met Indische gerechten en dergelijke. Dus ik moet hem even opbinden en die knakt heel gauw, dus ik moet een beetje voorzichtig doen. Maar er zitten al mooie bloemetjes aan, hè? Kijk, een mooi gesponnen draadje. En elk bloemetje wordt een tomaat? Nou, niet altijd. Oh. Het blijft de natuur. Dat is waar. Want ik zag tot mijn schrik hier wat er helemaal verdroogde bloemetjes waren. Aha. Ja, het weer is natuurlijk ook belangrijk. Het is een heel koud voorjaar geweest. Dus toen zijn tomaten erg geschrokken. Zo heerlijk om hier te werken. Ja. Ja. Die rust ook 's morgens vroeg. Ja. En er komen vogels binnen, want het dak gaat gewoon open. Dus dan heb je ook allemaal vogels bij je, vlinders. Daar op de grond, wat zijn dat? Deze bedoelt u? Ja, die ook. Ja, dat is een stekje van een... hoe heet die ook weer, die zo gezond is? Sansevieria? Nee, dat lijkt u op. Nee, hij is aloe vera. Aloe vera. Ja. Doen ze in alle shampoos, haarcremes, huidcremes. Het is een heel gezond. En hier heb ik net snijbiet gezaaid. Oké. Okay. Piepklein stukje, maar ja, ik heb maar een halve tuin, dus ik moet iedere centimeter gebruiken. Ja. Ja. En dit is de maggieplant. En die gaat in de soep. En die kan je heel goed drogen, die blaadjes. En dan maal ik het in de keukenmachine met zout. En dan maak je eigen kruidenzout. Kan je het invriezen? Nee, maar dan is het droog. Je laat het eerst drogen, dan malen, dan is het gewoon poeder. Ah, oké. En dan heb je de hele winter van de lavas, van de maggiekruid, je zout. Deze planten heb ik 3 jaar terug voor het eerst geprobeerd. Dit is de jacon. Dat zijn knollen die groeien onder de grond. Die kan ik pas in november oogsten. Van zo tot zulke. Het zijn net raketten. En dan maak ik... Zien ze eruit als een soort zoet aardappel? Nou, ik heb hier een klein plaatje. Maar het zijn knollen en de kleintjes eet ik rauw, die schil ik. En de grote, die pers ik. En ik had vorig jaar 18 kilo knol. En dan heb ik 11 liter sap. En dan hou ik 1 liter stroop van over. En dat gebruik ik, want daar zit inuline in. En dat verhoogt je suikerspiegel niet. Aha, in plaats van en ik heb diabetes suiker. 2. En dan moet ik daarop letten. En in plaats van echte suiker of vervangende suiker? Ja, op de yoghurt, de stroop. Ik heb voor een heel jaar, ik ben het laatste potje bezig. Dus in november ga ik weer nieuwe maken. Hartstikke leuk. Maar jij zegt, ik maak er stroop van. Je hebt vocht. Ja. Hoe ga je dat in? Wordt dat ingedroogd? Ik heb een gietijzeren pan. Daar gaat 5 liter in. Zachtjes opzetten, laten pruttelen. Deksel eraf, dan verdampt het water. Ja. En dan wordt het stroop. Hoef je in principe niks aan te doen, alleen in de gaten houden. Ja, en moet je nog roeren dat het niet aanbrandt? Kan niet aanbranden. Ah, nou, dus... Het gaat, ja, ik ben er helemaal weg van, dus het is het derde jaar. En ze worden zo hoog. En we praten hier over 3 meter? Ja, er staan er 4 op. En wat tel je hier nog meer? Ik zie daar komkommers liggen, en mini-komkommers. Ik heb Mexicaanse mini-komkommers, die zijn daar. Dat zijn deze? Ja. En die heb jij daar? Die heb ik hier liggen.
En die zijn fris zuur. Die kun je zo wassen, snijden in de sla. Ja. Het is allemaal vitamine, zo van het land. Dus, en hij wordt nu zo groot, ik heb hem net gesteund, want anders klapt hij die kant op. Ja. En er staat een paprika achter. Ja, die moet ook nog blijven groeien. Ja. En hoe groot is jouw stuk? 38 vierkante meter, geloof ik. Dus 1, 2, 3, 4 bedden heb je. Ja, en die kant hebben we ook. Oh ja. En dan stopt het hier, de andere... Dat is van de buurman. Dat is van de buurman. Ja. Wat zijn dit? Dit zijn pinda's. Pinda's? Echte pinda's. De dop pinda moet gaan groeien. En hoe weet je dan of ze eraan zitten en wanneer, weet je ook wanneer je ze eruit moet halen? Als het blad slecht wordt en het is oktober, november, dan durf ik te gaan kijken. Want vorig jaar heb ik het ook gedaan, maar er was geen resultaat. Nee. Dus. En ja, de bloemetjes doen het, dus ik ben al van plan om en een kwastje even... De bestuiving misschien ter hand te nemen. Want... Ja, maar jij zegt, de knolletjes zitten onderin. Het is een soort aardappel. Ja, aardnoot heet het aardnoot. Officieel. Maar wat hebben dan die bloemetjes... Nou, het teken dat die plant gezond is. Ja, nee, maar je gaat ze bestuiven. Nou, dan komt daar dan ook nog een vrucht aan. Of weet je nee, niet? Nee, nee. Want ze groeien, ze krijgen houtachtige worteltjes. Die moeten daar de grond in. Ja. En aan die worteltjes komen dan die pinda's. Dat is allemaal theorie, praktijk moet ik toch zien. Nou, de praktijk is er, want anders zouden we geen pinda zijn. Nee, maar dit is geen Indonesië. Nee, maar het is ongeveer... Maar het begint laat met de zon. Ja. En wat tel je dan nog? Daar staat radijs, dat moet ik hooguit, moet ik echt gaan oogsten. Ik zie hier Afrikanen staan. Oranje. Heeft dat met de voetbal te maken? Nee, want dat haakt ze allemaal op de koppen. Waarvoor heb jij die hier staan? Dit is dus tegen de aaltjes in de grond. Dus het is voor de verbetering van de kwaliteit van je grond. Ja, daarom staat hier ook bij de tomaten, want die hebben ook last van wortelaaltje. Dus en die beginnen nu pas te kleuren de laatste week. Dus. En ik moet ze weer toppen, want anders gaan ze in de draden van de zonwering. Ja. Dus ja. Maar... Tip van een tuinder uit het Westland, je kan ze ook omleiden. Over die witte balk? Ja, want in het Westland trekken ze hem altijd naar beneden. Oké. Want dan heb je de onderste eraf gehaald en dan, als je dan in de warehuizen loopt, dan trekken ze de stam naar beneden en dan gaat hij van boven, maar je kan hem ook. Het is een logisch verhaal. Simpel. In het Westland dan hebben ze hem daar gepoot en op een gegeven moment hebben ze hem 3 meter verder. Maar ja, onze ruimte is beperkt. Nou ja, maar kijk, je hebt hier nog wel een beetje ruimte. Je ziet daar een hoop tomaten en jij zegt er net van ja, ik moet ze allemaal opeten. Ja. Wat doe je dus als je te veel hebt en je familie zegt van nou, Ik heb ook genoeg. Wat doe je er dan mee? Nou, dan, wat wij over hebben en niet zelf gebruiken, leggen we op de koffietafel. En dan weet iedereen, daar mag je gebruik van maken. Dan pak je er een paar of een emmertje, net wat je wil. Oh, want ja. De komkommers, je ziet, ik heb er 7 op mijn kast. Die eet ik niet op. Nee. Dus jullie krijgen komkommers mee. Oh, lekker. Net geknipt. Dus. Oké. Zal ik ze even in een zakje doen? Ja, dat is goed. Lekker. U bent hier nou iets een gat aan het graven en wat gaat u hier poten? Daar ga ik nog wat bieslook in poten. Oh ja. En bieslook gebruik je voor? Bieslook, dat is, doe je... Mijn vrouw gebruikt het op een hele hoop plekken om een beetje aan, smaak aan het voedsel toe te voegen. Ja, je kan het op de kaas doen, je kan het op, je kan het over. Je kan het, en het samen met peterselie die hier bestaat. En nou zie ik daar wortelen staan. Ja. Ik weet dat wortelen geven nog wel eens problemen met het. Dat ze opgevreten worden. Ben je daar niet bang voor dat hier ook gebeurt? Nee, ik heb er helemaal geen last van. Maar ik gebruik de wortelen eigenlijk alleen maar bij de uien. Dat zijn vriendjes van elkaar. Dus eigenlijk bestrijden ze de insecten van elkaar. De lucht die ook dan in de grond zit van de uien. Koffie, die zorgen ervoor dat er... Geen insecten of wortels, Geen wortelvlieg,
Die infecteren dan niet de wortelen. Maar het probleem met wortelen is dat ik gebruik ze alleen maar als bestrijdingsmiddel voor de uien. Want ik heb hier allemaal uien gehad. Maar de wortelen zelf, dat kan je wel zien. Oh, dit is nou een mooie. Maar deze heb ik kapot gegooid. Ja. En, maar meestal krijgen ze allemaal uitlopers. En die zijn niet te gebruiken, nee. Die kan je niet krabben. Maar dat komt, waar komt dat door? Door de grondsoort. Door de grondsoort. Als het zware grond is, ja. Dan... Het is ook te vochtig hier, omdat de andere planten wel vocht moeten hebben. En een peen moet eigenlijk lang zoeken naar water. Ja, en peen, dat groeit het beste nog op zand. Op zand, ja. Ja. Kijk, de mooiste wortels. Ja. Het geeft natuurlijk ook een stuk binding met elkaar, gewoon gezelligheid. Ja, ja, en wij hebben dus wat ook, de pinnen invoeren. Wij hebben dus ook interviews gehouden met Indonesische mensen met een Indonesische achtergrond. Mm-hmm. En dan kom je ook op de ontdekking dat er dus ook hele bijzondere dingen geteld worden. Zeker, zeker. Maar dat is het ook leuke van alle culturen die we in de kast hebben. We hebben de Surinaamse, Antilliaanse, Indische, Iraanse, uit verschillende regio's vandaan over de hele wereld. Ja. En dat maakt het wel leuk. Alle culturen die komen hier, noem jij eens iets op wat je zegt van nou dat is nou iets bijzonders wat er hier geteld wordt? Ja, er zijn heel veel producten waar ik nog nooit van gehoord had, sapropo. Surinaamse groenten. Ja. Er worden natuurlijk ook ontzettend veel pepers geteeld. En het leuke daarvan is dat ze dan ook weer allemaal sambal gaan, tenminste allemaal, dat er dus ook weer sambal van gemaakt wordt en dat ik die dan ook weer van ze krijg. En daarnaast ben je begonnen met de verkoop van zelf geplukte aardbeien. Ja, ik was denk ik 5 maanden bezig met die volkstuintjes. En toen kwamen mensen uit de omgeving naar me toe. Joh, leuk die volkstuintjes, maar we hebben er geen tijd voor of geen groene vingers. Maar de biologische groente spreekt ons wel aan. Kan je er wat mee? Want het tuinieren van de volkstuin is op biologische wijze. Ja. Ik bedoel, toen ik daarmee begon, kon ik de keuze maken. Denk, zal ik gewoon regulier doen? Of denk, nee, we gaan lekker biologisch doen. Oh. Helemaal schoon. Toen ben ik dus zelf groenten gaan telen. Fruit gaan inkopen. Om een breed assortiment te kunnen aanbieden. En een webshop gestart. Ja. En daar kunnen mensen dus gewoon op bestellen. En dan wordt het, kunnen ze het afhalen of het wordt bezorgd. En nu is de winkel zo uitgebreid dat mensen gewoon ook langskomen om hun boodschappen te doen. Met voor groente, fruit en dergelijke streekproducten. En de producten die door de tuinders daar geteeld worden, die verkoop jij? Zelden. Dat wordt bijna altijd wel onderling uitgedeeld of gaan naar de familie toe. Of, ja. Ja, en dat zetten ze dan... op de tafel? Ja, dat wordt ook al op tafel gezet, ja, en er staat gewoon een briefje bij voor de liefhebber. Ja. Ja, want ja, iedere dag spetsbonen eten. Nee, dat is... Precies, en dat hebben de meeste mensen wel eten weggooien, dat vindt bijna iedereen zonde. Ja. Dat gebeurt gewoon niet. Maar aan het eind van, laten we zeggen, november, dan is alles weg. Wat jullie nu gefilmd hebben, is natuurlijk een grote oase met bonen, tomaten, komkommers, aubergines, noem maar op. Nou, dat is zo'n beetje, rond november is dat weg, dan neemt het al af. En dan zie je dus dat alle gewassen weer omlaag gaan en dan staan er weer allerlei soorten kolen in, bietjes in, worteltjes in, spinazie, prei, uien. Producten die dus de kou kunnen verdragen in de winter. Dus het is niet zo dat het helemaal leeg is? Nee, het is nooit leeg. Van nou, ik vrees hem of ik spit hem en dan... Dus er zijn sommige tuinders die spitten hem dan even hun kaveltje om. Omdat ze gewoon, ze vinden het wel even lekker ook om even rust te hebben. Maar de meeste die gaan gewoon lekker door en die zijn gewoon echt jaar rond aan het tuinieren. Nou, zoals nu in deze periode dat je zeg maar om de dag moet komen voor het oogsten. Dan hoef je in de winter, als je dan eens in de week of eens in de 10 dagen komt, is dat meer dan genoeg. Ja. Waarom ben je zwarte tomaten gaan telen? Het was weer eens wat anders dan de standaard rode tomaten die we hebben. Ja. En ik wilde dat wel eens uitproberen. Maar je moet geduld hebben met zwarte tomaten. Ja? Ja, je moet echt wachten tot ze rood gaan worden aan de onderkant. Ja. En dan zijn ze rijp. Dus... Als ze zo zijn... Dan zijn ze niet te eten, dan zijn ze zo zuur als maar zijn kan. En als ze dus zo zijn,
Worden ze dan nog ietsje roder? Of, Als je hem iets laat hangen, misschien wel. En wat is dan de smaak? Voor mij is de smaak hetzelfde als voor een andere tomaat. Ja, toch wel. Ik vind er weinig verschil in zitten. Weinig verschil in. Maar het is wel leuk om er een bord mee op te maken. Ziet er leuk uit. Ja. Dus dat is een ding wat zeker is. En als je visite krijgt van, joh, wat heb jij daar nou? Maar probeer dit maar. Ze vinden ze niet in de winkel, dus nee. Het is wel wat anders. Ja, en dan heb jij hier ook, want dat zijn dus geen standaard tomaten. Vleestomaten. Dat zijn vleestomaten. En dan heb je gewoon hier de standaard tomaten. Gewoon de standaard tomaten. Ja. Dus je hebt drie. En dan deze nog pomodoro's. Die zijn nog een beetje klein. Ja. En nou ja, ze kunnen voorlopig nog een beetje. Ja, ze kunnen nog een stukje omhoog. En ik zei gisteren tegen Janneke al, ik zeg, als je, dan trek je hem gewoon naar, dan trek je zoals ze het in de praktijk doen, trek je hem naar beneden. Nee, dat kan ook. Ja. En wat tel je hier nog meer? Meloen. Meloen. Staat daar. Komkommer staat daar, augurk heb ik staan, maar dat moet allemaal, hier zitten er wel een paar knoppen aan, maar het is altijd moeilijk om die dingen te houden. Ja. Soms dan denk je zo, nou gaat het en dan rotten ze ineens weg. Ja. En paprika's, ja. Paar. En dan heb jij hier ook zes van die vakken die zijn van jou? Zes van die vakken, ja. En dan, hoe ben je hier gekomen? Ik bedoel, waar kom je vandaan? Ik woon in Voorhout. Ja. En 3 jaar geleden, ik wilde altijd graag een tuintje hebben, zag ik ineens advertentie staan van dit complex. Ja. Dus ik ben hier gekomen op een open dag. Ja, ik vond het grandioos. Ja. Ik begon met een half tuintje, de helft, dus 3 bakken. Maar dat was na een paar maanden al over naar 6 bakken. En wat vind je het grote voordeel van indoor volkstuinen ten opzichte van het buitenvolkstuin? Ten eerste sta je altijd droog. Ja. Het groeit beter, vind ik. Je hebt geen problemen met de weersomstandigheden. Dus als het buiten hagelt, heb jij hier binnen geen last. Nee. Nou, je moet veel water geven, dat is het enige. En als het warm is, dan is het hier ook heet. Ja. En je kan natuurlijk veel vroeger beginnen. Ja, het begint in februari al. Februari. Januari, februari. En die dingen die hier staan, heb je die zelf gezaaid of heb je die plantjes gekocht? Gedeeltelijk. Gedeeltelijk gezaaid en gedeeltelijk plantjes gekocht. Oh ja. Ja. En dat optelen, dat doe je hier ook? Nee. In principe begin ik daar thuis mee, want dan is de temperatuur wat beter. Ja. En als ze dan groot genoeg zijn, dan gaan ze mee hier naartoe. Ja. En doe je dat ook met... Ja, we hebben het hier nou over tomaten. Bieten staan daar. Maar bieten, dat doe je hier. Die zaai je gewoon op een regel en dan uitdunnen. Radijst is precies hetzelfde. Ja. En wanneer heb je nou die bieten gezaaid? Dat denk ik 1,5 maand geleden. Zo lang terug? Ja, maar het gaat wel vrij snel. Ja. Het ligt eraan hoe groot je ze wil hebben. Ja. Dus. Zit er ook nog verschil in? Oh ja, als ze zo zijn, dan worden ze, als je ze laat groeien, worden ze iets groter. Ja. Dus, maar voor mij hoeft het niet zo groot te zijn. Nee. Dit zijn pepers. Ik heb hier diverse soorten pepers staan. Van heel heet, heel pittig, tot heel matig, zoals deze. Dit zijn... eens even kijken. Ja, dit is de devil's tongue, zoals we dat noemen. Heet. De tong van de duivel, die is heet. En gebruik je die voor in gerechten? Die gebruiken we voor in gerechten, maar ik maak er ook sambals van. Oh ja. Ja, diverse soorten sambals. En, en dat doe je natuurlijk met andere kruiden. Ja. En dan met name tropische kruiden. En ook pepers, gebruik je die ook door elkaar heen? Die gebruik ik ook door elkaar heen, ja. Ja. En dan had een collega van je, die had het over kousenband. Kousenband, die heb ik hier. Kijk. Kijk, dit zijn de jonge peulen van de kousenband. Deze zijn al, die zijn eigenlijk al overrijp. Die hadden we eerder moeten plukken. Maar deze gebruiken we ook in diverse gerechten. Met name... ja, die mag je even vasthouden. Kijk. Die zijn er met 60, 70 centimeter lang. Ja. Ja. Zo. Die zijn heel lang. En daar zitten dan pootjes in? Daar zitten pootjes in, ja. En, en hoe verwerk je dat? Snij je dat zo? Of? Dat kun je gewoon als spersiebon gebruiken bijvoorbeeld. Als ja.
Maar zo is die dan een beetje... Die is overrijp. Die is overrijp. Dat is... Deze zaden kunnen we weer gebruiken voor het volgend jaar. Maar dit zijn de maten die wij gebruiken. Oh ja. Deze oogsten wij en die verwerken wij in gerechten. Maar je kan ze dus ook gewoon koken en dan gewoon als een soort sperrieboek? Ja joh. Ja, zeker. Leuk. En dit doen jullie met z'n tweeën? Doen we met z'n drieën. Met z'n drieën? We hebben vier tuintjes met z'n drieën, ja. Zo kun je ook wisselteelt toepassen, hè? Dat ja. Je niet elk jaar in hetzelfde bed... We hebben vijf tuinen met z'n vieren. Ja, 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 inderdaad. Nou ja, kijk, ik zie hier overal Afrikanen staan. Ja, dus voor het ongedierte. Dit zijn de courgettes. Oh ja. Nou, dit zijn dus, we hebben dus twee verschillende soorten. Dus deze is met een gestreepte huid. En daar is echt, zoals we hem in de winkel ook kennen, donkergroen. Maar deze zijn echt wel wat lekkerder. En wat voor smaak is het? Wat voor, is het zoetig, is het zuurig? Nee, het is neutrale smaak eigenlijk. Hè. Je maakt het lekker door de kruiden en de toevoegingen. Ja. Je kan het zo zien als een soort komkommer, dat je het in schijfjes snijdt en dan... Ja, kan. Ja, mijn vrouw die maakt, die snijdt er bijvoorbeeld blokjes van. En dan gaat dat met kookroom en met kip en knoflook. En de structuur van de vrucht is iets anders dan komkommer. Een komkommer is wateriger. Ja. En deze is wat vaster. Ja. Ja. Je kan het bij de pasta doen, maar je kan er ook lekker soep van maken. Ja. Maar goed. Gisteren hebben we ook, of kut, opnieuw, die zwarte, donkerblauwe, ja. Ja, de palmkool. De palmkool. Cafona Nero heet hem. Ja, en wat kan je daarmee doen? In het Nederlands heet het palmkool. Palmkool. De officiële naam is Cafona Nero. Dat is een groente uit het Middellandse zeegebied. Je kan het klaarmaken als bloemenkool. Smaakt ook een beetje naar bloemenkool. Dus dan gebruik je gewoon het blad. Ja. Ja. En dan alleen het bovenste blad, want ik zie dat het... Ja, uiteraard. Het is een beetje lelijk, maar je kan het niet... Het jonge blad. Ja. In mijn bedrijf. Ja. Het blad gebruiken. Ja. En nou zie ik hier witte vliegvlieten. Doen jullie nog een beetje aan biologische bestrijding? Ja. Alleen maar biologische bestrijding. Alleen maar, ja. Dus... We hebben een overeenkomst met de verhuurder. En die heeft hier een overeenkomst met een leverancier. Dat hier regelmatig verschillende soorten vijanden neergezet worden. Dus zweefvliegen, sluipwespen, lieveheersbeestjes, ja. noem maar op, dat soort dingen. Lieveheersbeestjes tegen de luis, sluipwespen tegen de witte vlieg, ja. Spint. En in het voorjaar de hommels voor de bestuiving. En de hommels die worden één keer uitgezet en die blijven gewoon leven. Ja. Ja. Want dit is een? Ook een courgette. Ja. Dat noemen ze ronde Denise. Dat is het merk, zal ik maar zeggen. Ja. Het soort. Ja. Hij is niet langwerpig, maar rond. Hij is echt, je kan ermee voetballen bij wijze van spreken. Ja. En dat geeft ook weer, heeft ook weer dezelfde smaak als... Ja, ja dit is dan weer leuk, want dan sta je hem open. Dan hol je hem uit en dan doe je allerlei ingrediënten erin en dan zet je hem in de oven. En oh, dat is lekker hoor. Ja, maar ja, dan had je feitelijk wel een groter stuk moeten hebben, want je kan met z'n vieren niet van dit ding eten. Nee, maar weet dat omste beurt. Omste beurt. Kijk, zie, want daar zit dan weer een nieuw in. Ja, en die kan je er dan gewoon afdraaien als die, want hoe groot wordt die dan ongeveer? Hij wordt ongeveer zo groot. Oh ja, een kleine voetbal. Ja. Ja, leuk. Mooie planten. En dit zijn aubergines. Hier hangen ze aan. Je kan het wel zien. Ze beginnen al een beetje paars te worden. Ze moeten nog een klein beetje groeien. En dan zijn ze eetbaar. Kijk. Je verkoopt ook eieren. Zijn die van jezelf? Een groot gedeelte zijn van onszelf. We hebben zelf kippen. Dat is meer de hobby van mijn vader. Dus we hebben een aardig aantal kippen lopen, maar ik kan niet aan de vraag voldoen van de mensen voor de eieren, dus we moeten ook eieren inkopen. En dan kopen we dus ook biologische eieren in. Ja. En dan, toen wij hier aan het filmen waren, kwam er een mevrouw aan die tasjes maakt en die liet op een gegeven moment zelf gemaakt schot zien. En toen dacht ik,
de mensen hebben allemaal wel een tas nodig. Dus vandaar dat ik deze tassen ben gaan maken. In allerlei soorten. Dat maakt niet uit wat voor soort stof. Er is zoveel mogelijk, onder andere dit soort stoffen ook. Maar van dit soort stof dacht ik, nou, misschien is het ook wel leuk om een schort te maken voor in de keuken. Dus wat dacht ik? Die maak ik. Dus dat verkoop ik nu in de winkel bij Gerardo hier bij de moestuin. En ja, de mensen, het valt goed in de smaak. De mensen vinden ze heel erg mooi. Dus heb je ook andere modellen met andere... Je hebt hier nou broccoli op zitten. Nou, dit is toevallig de allereerste schort. Dus ja, misschien komen er nog wel andere modellen. Maar er komen wel modellen met allerlei soorten groenten, allerlei aardbeien. En in de stof van de tassen ook. Ja. Wat leuk. Mensen willen, want ze kunnen me gewoon bellen. Die hier ook verkocht wordt. Je vindt het goed anders dan Inge. Nee, maar ik vind het ook wel leuk. Dat is gewoon iemand die vanuit de hobby tassen naait en schorten naait en ook andere dingen in opdracht. En toen had ze er best wel een aantal onder medetuinders had ze verkocht. Ik zei, nou, als je het leuk vindt, mag je ze ook bij mij in de winkel ophangen. Ja. Toen heeft ze dus ook stoffen gekocht met opdrukken van groentes of van aardbeien, dat soort dingen. Dat is een beetje in onze stijl. Dat vind ik helemaal leuk, beginnende ondernemers of zo, een beetje op die manier te helpen. Precies. Het is ook wel iets dat je zegt van mensen komen, oh, joh, leuke doodje. Ja, nee, dat is het ook vaak. Kijk, ik heb er niks van verder. Het is meer dat ik een ruimte beschikbaar stel voor haar. En dat is net zoals de ruimte waarin we nu zitten ook. Dat wordt ook regelmatig gebruikt voor yoga of voor andere doelen, zeg maar. En dat zeg ik ook altijd tegen de mensen, gebruik het maar. Als ik daar mensen mee kan helpen, vind ik het alleen maar fijn. Daarnet begon het heel hard te regenen. We brachten ineens op het water, gebruik je waterleiding of heb je een waterbazin? Ik heb een waterbazin. Ja. Nee, een waterleiding. Nee, dus daar krijgen dus de mensen allemaal... Ja, ja. Dus dat zijn dus geen extra kosten voor... Nee, het zijn geen extra kosten. Nee. Het enige water wat we hebben is voor de kraan voor de koffie. Ja. En de thee. Aardbeien. Wat is er? Nou, moet je nog eens zoeken. Ik denk in de vinger. Daar zijn er nog genoeg. Ja, super. Ja. Mogen de mensen zelf plukken? Ja. Ik neem aan dat je bijna zelf niet hoeft te plukken. Dit jaar is het extreem. Ik moet regelmatig zeggen van even rust, want het is kaal geplukt. Andere jaren plukten we ook wel veel zelf. Maar dit jaar, het wordt steeds bekender. Ja. Laat ik zo zeggen. Maar het verhaal achter de aardbeien is ook... Jaren geleden heb ik wel eens advertenties geplaatst of om aandacht te vestigen op mijn winkel. Ook met kortingscoupons erin en zo. Advertenties worden tegenwoordig echt niet meer gelezen en het kost gewoon een hoop geld. Toen dacht ik, joh, hoe kan ik dan mensen deze kant op krijgen, zodat ze dus wel mijn producten zien. Toen dacht ik, nou ja, aardbeien vindt iedereen lekker. Aardbeien plukken vinden heel veel mensen leuk. We doen gewoon een aardbeienpluktuin erbij en zodoende is dat dus gegroeid. En die aardbeien die verwissel je ieder jaar? Of? Ieder jaar gaan ze eruit, ja. Ieder jaar wordt de grond ververst. Ze staan allemaal in bakken op plukhoogte, dus een mooie hoogte. Ja. Elk jaar wordt de grond ververst en elk jaar gaan er nieuwe planten in. Eind januari worden ze geplant en begin mei hebben we de eerste aardbeien. Ik dacht altijd dat aardbeien, als je ze buiten poten, dat je dan... volgende jaar geen vruchten had. Nee, je hebt ze wel, maar ze zijn veel kleiner. Vorig jaar hebben we ook wel een proef gedaan van, moet ik ze nou elk jaar gaan vervangen? Hebben we x aantal bakken laten staan. Maar ik ben blij dat ik het niet alles gedaan heb. Het hele kleine aardbeidjes, hele kleine lage opbrengst. Ze staan op bakken, een meter van de grond af. Hoe geef je dat water? Automatisch, zit een druppelsysteem in. Dus hangt aan een computer. En de computer meet de lichtintensiteit, dus op een zonnige dag krijgen de aardbeien meer water dan op een bewolkte dag. Dus daar hoef ik niet achteraan te gaan. Dus je hebt geen weinig last van schimmel? Nee, niet. Nee, het mooie, dat is mooi ook van dat het op die hoogte is. De aardbeien hangen allemaal netjes over de bak heen. En
Het wordt niet saai nat, het blad wordt niet nat. Nee. Het zit echt van die druppelpennetjes in. Dus het, En dan plukken de mensen ze en worden ze dan gewogen? Ja, nee, ze, met mandjes gaan ze de kas in en dan wegen we het af en dan wordt afgerekend. Ja. We hebben dan het over de aardbeien. Hebben jullie nog een afdeling waar je zelf nog groenten hebt? Ja. Ja, dat doen we. We hebben een afdeling met groenten voor onze eigen verkoop. En die houdt bijna mijn vader helemaal bij. Helemaal zelfs. Ja, ja. Zo, oh. Gerrit, en wat tel je daar? Nou, deze spergiebonen, snijbonen, kousenband. Weet je wat kousenband is? Nou, ja. Je lange spergiebonen. Lange spergiebonen, zeg maar. Ja. Nou, dat vind ik niks, maar goed. En radijs heb ik gezaaid, bietjes spoten we. Ja, eigenlijk alles wat je. Ja. En hoe groot is die? En hoe groot is dat? Die kost 900 meter. 900 meter. Ja. Dus daar heb je best heel wat. Twee stroken rabarber heb ik erin staan. Dat gaat ook als een speer. Ja, en ook wel wat producten die je dus niet in de winkel ziet, waar mensen er ook al op afkomen, waar zeg maar snijbiet. Ja. Palmkool, dat zie je bijna niet in de supermarkt hier liggen. Dus dat proberen ook, die vergeten groentes proberen ook een beetje onder de aandacht te brengen. Ja. Dus dat is wel leuk en dat geeft dan ook wel weer een leuke uitdaging voor jou om je oude talenten als kweker toch nog weer een beetje... Ja, maar ik heb nooit groenten in de teelt. Ja, maar je weet wel wat groenten... Je hebt wel groene vingers. Je hebt groene vingers en je hebt jaren in de groenten gezeten. Dus. Nou, dit zijn dus, we hebben dus twee verschillende soorten. Dus deze is met een gestreepte huid. En daar is echt, zoals we hem in de winkel ook kennen, donkergroen. Maar deze zijn echt wel wat lekkerder. En dat, wat voor smaak is het? Wat voor, is het zoetig? Is het zuurig? Nee, het is neutrale smaak eigenlijk. Hè. Het is, je maakt het lekker door de kruiden en de toevoegingen. Ja. Je kan het zo zien als een soort komkommer, dat je het in die schijfjes snijdt en dan... Ja, kan. Ja, mijn vrouw die maakt, die snijdt er bijvoorbeeld blokjes van. En dan gaat dat met kookroom en met kip en knoflook en... De structuur van de vrucht is iets anders dan komkommer. Een komkommer is wateriger en deze is wat vaster. Ja. Ja. Je kan het bij de pasta doen, maar je kan er ook lekker soep van maken. Ja. Nou. Ja, jongens, ik wil jullie bedanken voor dit gesprek en we gaan er wat moois van maken. Helemaal goed.